Dit is Hans van airhans.be. In dit filmpje gaan we kijken wat de basisbenodigdheden zijn om te kunnen airbrushen. Voor eerst hebben we nodig een simpel en eenvoudig potlood. Tweede zaak dat we nodig hebben is eigenlijk een gompotlood. Een gompotlood, dit is van het merk Stedtler, maar je kan van om het even welk merk nemen. De punt die je eigenlijk met een gewone scherper schuif stelt is een gommetje. Het kan even goed formaat, maar is niet noodzakelijk. Een elektrisch aangedreven gommetje. Belangrijk is ook schilderstape. Deze vind je gewoon in de doe-het-zelfbouwmarkt. Kijk goed naar de verschillende types van plaksterkte. De minste plaksterkte is voldoende om te werken met airbrushpistool. Belangrijk natuurlijk een airbrush pistool. We gaan in een apart filmpje bekijken welke soorten pistolen er zijn en wat de intenties ervan zijn. Natuurlijk hebben we ook de compressor nodig. In een apart filmpje wordt deze ook besproken, zodanig dat je daar de meerdere details over kan hebben. Belangrijk is ook een luchtslang om de verbinding tussen compressor en pistool in orde te brengen. Wat is ook handig om te hebben, dat is een X-Acto mesje of een scalpel. Met dit mesje kan je schablonen eigenlijk gaan spuiten. Om het kuisen van je pistool te vergemakkelijken is het handig om een aantal wattenstaafjes te hebben. Voorzie ook altijd een bekertje waar je water in kan doen, samen met een dikke kwast. Dit helpt voor het poetsen. Wat is ook makkelijk, interdentale borsteltjes van 2,5 mm. Die kan je vinden in kruidvat bijvoorbeeld, maar die zorgen dat je je pistool langs de binnenzijde heel netjes kan poetsen. Een uitspuitpot. Waarvoor dient een uitspuitpot? Een uitspuitpot heeft een duale functie. Je kan er de overtollige verf doorspuiten, maar eveneens is het een houder voor je pistool. Mogelijkheid voor mensen die graag een aparte pistoolhouder in de hand hebben, die kunnen ook deze apart aanschaffen. Welke verfjes moet je aanschaffen? Je kan honderden soorten verven aanschaffen, maar het belangrijkste is dat je zwart hebt, de tegenpool wit en dan de hoofdkleuren geel, rood en blauw. Niet onhandig om te hebben is eveneens een kleine schildersezel. Je kan natuurlijk gewoon op de tafel schilderen met je document of je papier. Maar als je op een ezel bent, heb je een meer ontspannen houding. Mocht je een papier of zo gebruiken, dan is het eigenlijk een plaat die we op de schildersezel kunnen zetten meegenomen. Morsen met verf gebeurt altijd, dus een keukenrol is altijd een handig hebben dingetje om erbij te hebben. En op uw pistool daarna te kuisen is eigenlijk de meest ideale oplossing een ruitenkuisproduct. Hier hebben we Instanet of Glassex of Omteven wat je vindt in de drogisterij. Zo, op deze overzichtsslide zie je alle materiaal in een notendop dat handig is om te hebben. Succes! En tot in een volgend filmpje.